Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland hard op. Elders in de wereld is Israël weer in volledige lockdown gegaan en kleuren steeds meer plekken voor vakantiegangers oranje. Het zijn recente berichten uit het nieuws. Berichten die ons angstig en onzeker maken. Het coronavirus heeft ons al een tijd in de greep. We merken om ons heen dat het geduld bij groepen mensen opraakt. Ik doe niet meer mee, meldde een bonte stoet Nederlandse artiesten afgelopen week op sociale media. Voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen laten zich steeds vaker en steeds luider horen. We moeten de moed erin houden. Net als het volk van de belegerde stad Jeruzalem, waarover we straks lezen. Houd het hoofd koel. Laat je niet gek maken. Totdat we onszelf afdoende kunnen beschermen, moeten we voorzichtig blijven. In pace in it ipsum, dormiam et requiescam, zong het koor. In vrede zelf, slaap en rust. In vrede. Dat is het thema van deze Evensong, als muzikale afsluiting van de Vredesweek. Laten wij de vrede bewaren als een innerlijke gerustheid in het hart. Gerustheid in het hart, ondanks alles wat rondom ons is en wat onrust geeft. Mogen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten in Jezus Christus bewaren. Welkom hier in de grote kerk van Vianen, in deze viering van Choral Evensong. En welkom aan allen die thuis via de kerkomroep of via de livestream met ons verbonden zijn. Welkom ook aan Kamerkoor Cantiago uit Utrecht onder leiding van Herman Mussen. Jullie staan, zitten allemaal netjes op 1,5 meter afstand van elkaar, keurig. Ook minstens 1,5 meter afstand zit op de orgelbank de organist Ringbakker. Welkom. We gaan vandaag een doorstart maken met de Evensong in Vianen. Vanzelfsprekend met de inachtneming van de richtlijnen en de beperkingen die ons van overheidswegen zijn opgelegd. Dit betekent onder andere dat samenzang helaas nog niet is toegestaan en dat alleen het koor zingt. Tot slot wil ik u erop wijzen dat de volgende Evensong zal worden gehouden op 8 november in deze kerk. Wij wensen u een goede viering. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige, de God van vrede, van waaruit wij mogen leven, die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele schepping, die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. Laat ons bidden. God van vrede, op de drempel van uw huis staan wij, bijeengekomen om het leven te vieren, maar ons hart is onrustig. Onmacht houdt ons vast als wij zien hoe uw mensen op zoveel plekken op uw aarde leven onder angst of geweld. Het coronavirus zet onze samenleving onder druk. Er zijn medemensen in nood. Zo machteloos kunnen we ons daarbij voelen. En toch, ondanks alles, we mogen geloven in uw aanwezigheid, dat u onze eenzaamheid en stilte wilt doorbreken, dat u met uw geest dicht bij ons wilt komen. Raak ons aan in deze Evensong. Geef ons een teken. Ontwapen ons van onze angsten. Laat ons in de coronatijd niet in een negatieve spiraal komen, maar trek ons naar u toe. Verbind ons met elkaar en uw wereld. Beziel ons opnieuw met uw geest. Doe ons geloven dat vrede mogelijk is. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Lord, open thou our lips, and our mouth shall show
first lesson is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 14. In de tijd dat Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram samen met koning Pegach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Ephraim de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de Heer tegen Jesaja: ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achas te ontmoeten, op de straat van het bleekveld waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem: houd het hoofd koel. Laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Rezin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Ephraim met die zoon van Remaljahu, en zeggen: laten we tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeel aan als koning. Maar dit zegt God, de Heer: het zal niet gebeuren. Het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus. En het hoofd van Damascus is die Rezin. Nog 65 jaar en het volk van Ephraim bestaat niet meer. Het hoofd van Ephraim is Samaria. En het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. De Heer liet verder tegen Achas zeggen: vraag om een teken van de Heer, uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Achas antwoordde: nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja: luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Oh.
The second lesson is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen, ook aan u die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten we ons geloof belijden met de christenen van alle tijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen. God van God, licht van licht, waarachtig God van de waarachtige God, geboren en niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alles gemaakt is, die om ons mensen en tot onze zaligheid uit de hemel is nedergedaald en het vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. En ten derde dagen is hij verrezen volgens de schrifturen.
Hij is opgeklommen ten hemel en zit aan de rechterhand des Vaders. Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die uit de Vader voortkomt, die met de Vader en de Zoon tezamen aangebeden en mede verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de verrijzenis der doden en eeuwig leven. Amen. The Lord be with you. And with thy spirit. Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. With righteousness. And take our souls and give us joyful. O Lord, save thy people. And bless thy inheritance. Give peace in our time, O Lord. May clean our hearts within us. And take all thy Holy Spirit from us. O Lord, we beseech you mercifully to hear the prayers of your people who call upon you, and grant that they may both perceive and know what things they ought to do, and also may have grace and power faithfully to fulfill them. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed, give unto thy servants that peace which the world cannot give, that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by thee, we being defended from the fear of our enemies,
may pass our time in rest and quietness through the merits of Jesus Christ, our Savior. Amen. Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord, and by thy great mercy, defend us from all perils and dangers of this night. For the love of thy only Son, our Savior, Jesus Christ.
bidden wij het gebed om vrede, het gebed van Franciscus. En u kunt in uw hart met mij meebidden. Heer, maak mij tot instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij. Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen. Iedereen die hier in de kerk is gekomen, bedankt voor uw aanwezigheid. Fijn dat u de weg naar Vianen heeft kunnen vinden. Iedereen die thuis met ons meegevierd heeft, gekeken, geluisterd, hartelijk dank. Zoals gezegd, de volgende Evensong is op 8 november met Dan Capella Sine Ficulis onder leiding van Bea van der Kaai. Wilt u meer informatie over de protestantse gemeente te Vianen? Kijk dan op www.pkn-vianen.nl. Voor informatie over culturele activiteiten kijkt u op www.grotekerkvianen.nl. Ik wil de aanwezigen hier erop wijzen dat bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. Dank u wel. We mogen gaan op de weg van vrede. Verbonden en aangeraakt, bemoedigd en geïnspireerd door het woord van vrede. We mogen gaan in het spoor van Jezus Messias. Over grenzen heen, zoekend naar wat ons mensen verbindt. We mogen gaan op die weg van vrede, als gezegende mensen, aan elkaar verbonden, om de ander tot zegen te zijn. Zegene ons daartoe de eeuwige, God van alle mensen, in wie wij elkaar mogen zegenen. Mogen de eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden.
Mogen de Eeuwige het licht van zijn gelaat over ons laten schijnen en ons haar liefde geven. Mogen de Eeuwige zo altijd bij ons zijn en ons met vrede omgeven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.